Van Kijkers van Voltrem 94 en welkom alweer bij aflevering 66 alweer van GTA 4. Vandaag ga ik jullie een Easter egg laten zien. En verder gaan we echt helemaal niks doen. Omdat gewoon vandaag een niet zo lange aflevering wordt. Omdat jullie de laatste tijd heel veel lange afleveringen hebben gehad. Vind ik dat jullie wel eens even een kortere aflevering kunnen. PS, ik heb vandaag ook niet zoveel tijd. Dus dat komt er ook nog wel bij. In ieder geval, dit kan wel een hele korte aflevering worden. Want ik wil gewoon even die Easter egg laten zien. Nou ja, Easter egg, ik vind het meer een Easter egg. Dus jongens, het kan best zijn dat het een aflevering van 2 à 5 minuten wordt. Dit. Ik wil jullie in ieder geval de Easter egg laten zien, zoals ik al zei. En die Easter egg zit hier. Als je de clothes changed. En je changed hem zo genoeg. Kom je op een gegeven moment. Ja, dan moet je dat ding wel doen. Hierbij uit. Hey jongens. Ik zal even naar buiten lopen. En dan kunnen jullie het zien. Beter zien. Ja, ik kan laat los. Jongens. Van wie zijn deze kleren? Zeg het eens even goed. Van wie zijn deze kleren? Ik hoop dat ik genoeg denktijd heb gegeven. Deze kleren zijn van het GTA 3 karakter. Cloud. En jongens, dat is de Easter egg. Dat Cloud zijn kleren gewoon in deze game zitten. Ik vind zulke dingen fantastisch en ook mooi om te laten zien. Ik kan alleen helaas niet beloven dat we ze de hele tijd gaan dragen. Maar voorlopig gaan we ze wel even dragen. In ieder geval. Kijken of ik er ook een beetje mee kan rondlopen. Zo moeilijk lijkt me dat ook vinden trouwens net niet. Maar dat maakt niet uit. Maar jongens, dus GTA 3 kleren en GTA 4. Ja, aan de kant. Ja, jij ook aan de kant. Maar jongens, dat was eigenlijk de Easter egg. Plus het extraatje. Wat ik vandaag wil laten zien. Verder gaan we vandaag dus echt helemaal niks doen. Ik neem de taxi terug naar mijn oude appartement. Gewoon simpelweg omdat die meer centraler ligt. En ja. Daar graag naartoe. Taxi. Ja, daar naartoe, ja. Naar Albany nog wat. Fix die het weer hoor, om met 100.000 euro wagen eruit te rijden. In ieder geval jongens. Ik kan jullie al wel vast vertellen wat we morgen gaan doen. Morgen hebben we dit ding nodig. Dit ding. We gaan morgen namelijk weer verder met de Most Wanted lijst. De laatste Most Wanted lijst. Maar ja, dat zien jullie morgen. Voor vandaag ga ik alleen nog even die e-mailtjes checken. En verder. Ik heb jullie al gezegd dat het een korte aflevering zou worden. Dus ja. Nou, echt helemaal niks. In ieder geval, kijkers. Het spijt me voor die korte aflevering van 4 minuten voor vandaag. In ieder geval, heb ik jullie de Easter egg kunnen laten zien. Ik hoop dat jullie het Easter eggje leuk vinden. En ja. Voor mij valt het nu alleen maar te zeggen. Kijk eens even een duim omhoog. Help je mij mijn heldkanaal mee. Abonneer als jullie het nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik. Doei!